voorbeelden van de beste pelings. We moeten een onderscheid maken tussen twee types pelings. Mechanische peling. Deze pelings worden gekenmerkt door een korrelige structuur. Hierdoor elimineren ze de dode cellen wanneer ze in de huid geskruipt worden. Je kan ze zelfstandig gebruiken of mixen met een smeuïger ingrediënt zoals bijvoorbeeld aloe vera of plantaardige olie. Chemische peling. Deze pelings halen hun werking uit zuren. In deze categorie zijn de smeuïgste en natuurlijke pelings die gemaakt worden van fruit en plantaardige enzymen. Om deze pelings te gebruiken smeer je ze op de huid, laat ze vervolgens drogen en reinig je de huid tenslotte met water. Beide types zijn effectief en bieden verschillende alternatieven voor verschillende soorten huid. We raden af om al natuurlijke chemische pelings te gebruiken die je in de winkel kunt kopen. Hieronder vallen dus de conventionele cosmetische producten. De reden waarom je deze beter niet kunt kopen is omdat deze op de lange duur gevaarlijk kunnen zijn voor je huid. Bovendien kunnen ze slecht zijn voor de natuur, aangezien velen niet ontbinden. De beste pelings voor elk type huid. Als je verder leest zal je ontdekken wat de beste pelings zijn voor jouw huid. Je kan trouwens elke week pelen. Als je een gevoelige huid hebt is het beter om die telke 2 weken te doen. Droge huid. Een droge huid heeft dagelijks behoefte aan een diepe hydratatie, zowel 's morgens als 's avonds. Op die manier vermijd je uitdroging en rimpels die op jonge leeftijd tevoorschijn komen. Normaal gezien is een droge huid een mooie huid, maar je moet er goed voor zorgen, zodat ze niet beschadigd geraakt. Het is dan ook heel belangrijk om de juiste peling te kiezen. Een verkeerde keuze, wat in dit geval de meerderheid van de pelings zijn, kan er immers toe leiden dat je gezicht nog meer uitdroogt. We raden dan ook aan om gebruik te maken van een enzymepeling die niet agressief is zoals ananas. Je kan een schijfje gebruiken, of zelfs het binnenste van de schil nadat je de ananas geschild hebt. Het is mogelijk dat je wat jeuk ervaart als je snitjes of open poriën hebt. Vettige huid. Voor mensen met een vettige huid is het aan te raden om eens per week een van de beste pelings voor jouw huid te gebruiken. Doe dit eveneens als je hier niet onmiddellijk effect van ondervindt. Het zal ervoor zorgen dat je huid zacht blijft en zal het glimmen tegengaan. De beste peling om het vet tegen te gaan is een peling met zeezout. Wanneer het om de huid gaat, raden we in dit geval het gebruik van zout aan met fijne korrels. Het zout reinigt diep in de huid, terwijl het tevens je huid voorziet van mineralen en sporenelementen. Gemengde huid, gemengde huidtypes, die gekenmerkt worden door droge en vettige zones, hebben een neutrale peling nodig. Deze zal helpen om de vetten van je huid in balans te houden zonder je huid uit te drogen. Het beste product hiervoor is suiker. Je kan hiervoor fijne pure rietsuiker gebruiken. Eventueel kun je dit ook mengen met enkele druppels extra virgin kokosolie als je dat wilt. Gevoelige huid. De behandeling van de gevoelige huid is gelijk aan de behandeling van de droge huid. Deze huid heeft behoefte aan regelmatige pelings, maar niet te dikwijls. Je moet hierbij wel gebruik maken van de juiste producten. In dit geval zullen we voor een andere enzymenpeling kiezen, met dank aan de ongelooflijke eigenschappen die tomaten hebben voor onze huid. Bovendien zijn tomaten trouwens ook heel handig wanneer je huid verbrand is door te lang in de zon te blijven. Rijpere huid. De rijpere huid heeft meestal te lijden onder rimpels en donkere plekken. Deze kunnen aangepakt worden met pelings die helpen bij de regeneratie van de externe huidlagen. Hierdoor kunnen we een stevigere, egalere en glanzende huid krijgen. Om de rijpere huid te pelen raden we aan om druivenpitten te pletten. Deze zijn immers rijk aan resveratrol, wat een van de sterkste antioxidanten is die bestaan. Je kan zelfs gewoon de zaden op je huid laten liggen gedurende enkele minuten. Op die manier kun je ze ook gebruiken als een verjongingsmasker. Huid met acne. Voor een huid met acne is het aan te raden om te kiezen voor een pelingmethode die helpt de pH van de huid te neutraliseren. Eveneens moet deze infecties tegenhouden. De oplossing hiervoor kan gevonden worden bij baking soda.
Je kan bovendien enkele druppels etherische tea tree olie toevoegen om de voordelen te vermenigvuldigen.